Many healthcare institutions use acoustic monitoring by night. CLB and Sound Intelligence have revolutionized sound recognition. CLB is een Nederlands bedrijf. We staan 30 jaar. We hebben eigen ontwikkelafdeling die permanent bezig zijn om nieuwe producten, zowel hardware als software, te ontwikkelen. Daarnaast hebben we veel partnerships en deelnemingen in andere bedrijven, zoals met Sound Intelligence. Sound Intelligence is een spin-off van de Universiteit van Groningen, waar we heel veel onderzoek hebben gedaan naar de werking van het menselijk oor. En dat passen wij toe om geluid te detecteren in allerlei situaties. Onze klanten hebben aangegeven dat ze op zoek zijn naar het verminderen van het aantal ongewenste alarmen en het kunnen zoeken naar specifiekere geluiden. Samenwerken met Sound Intelligence is tot stand gekomen omdat we op zoek waren naar nieuwe technologie die we zelf nog niet in huis hadden. De kracht van de samenwerking is dat de technologie van Sound Intelligence, die helemaal volwassen is, door ons ingezet kan worden bij nieuwe klanten, maar ook bij onze bestaande klanten. In the 80s, CLB developed the first generation acoustic monitoring, which was comparable to a baby monitor. In the 90s, time was added as a second variable next to volume. This was the second generation monitoring. Today, this system is still used in large control rooms. The advantage of acoustic monitoring is that many people are monitored from a central location. A disadvantage of the current technology is the large number of unwanted alarms. This issue has improved tremendously in third generation acoustic monitoring. Acoustische bewaking derde generatie is gepatenteerde technologie. Is echt een revolutie ten opzichte van bestaande technieken die nu in de markt zijn. Het kenmerkt zich doordat er veel meer variabelen te filteren zijn zonder dat het complexer is geworden voor de gebruiker. We kunnen dus op zoek gaan naar hele specifieke geluiden, wat met de tweede generatie niet lukte. Acoustische bewaking derde generatie maakt gebruik van het cochleogram, wat eigenlijk een weergave is van geluid op de frequentieassen, op dezelfde manier als ons menselijk oor dat doet. Wat we hier zien is een livestream van het cochleogram, wat op de verschillende frequenties eigenlijk de energie laat zien in het geluid. Als ik dan bijvoorbeeld in mijn handen klap, dan zie je het patroon van handengeklap heel duidelijk naar voren komen. En als ik bijvoorbeeld schreeuw, hey man, hey, 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 dan zie je een heel ander patroon en dat is bijvoorbeeld agressie. Het systeem werkt door op meer dan 12 verschillende variabelen het geluid te analyseren en dan te detecteren wat bijvoorbeeld een bepaald patroon is, verschillende frequenties of harmonische aspecten van het geluid. Third generation acoustic monitoring uses both generic and specific sounds. Met het nieuwe systeem gaat de gebruiker de geluiden annoteren en dus aangeven of iets bijvoorbeeld regen op lichtkoepels is, of een brommertje dat voorbij rijdt, of bijvoorbeeld gesnurk van een epileptisch patiënt. Op die manier kan het systeem dan die generieke geluiden, zoals bijvoorbeeld de regen of onweer, uitfilteren en die specifieke geluiden van de patiënt die snurkend een epileptisch insult aankondigt, opmerken en op die manier de kwaliteit van de zorg verbeteren. Bij de introductie van akoestische bewaking derde generatie zal het inderdaad in het begin wat meer vergen van de medewerker. Ze moeten geluiden herkennen en wegschrijven. Maar na die actie, die maar een paar keer plaatsvindt, zal het systeem rustiger worden en zal die betere informatie geven. En uiteindelijk rust op het nachtzorg geeft aandacht en aandacht geeft uiteindelijk betere kwaliteit voor de bewoners. De nieuwe technologie past in de filosofie van CLB dat nieuwe klanten, maar ook bestaande klanten er gebruik van kunnen maken. Dat betekent dat je tweede en derde generatie door elkaar heen kunt gebruiken. Ons systeem is ondertussen over de hele wereld al ingezet om bijvoorbeeld geweerschoten te detecteren in binnensteden, agressie in gevangenissen of bijvoorbeeld brekend glas in allerlei situaties. Ik ben er trots op dat we wederom een technologie hebben weten te vinden die we kunnen toepassen in de gezondheidszorg. Die volgens ons een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan het verbeteren van de kwaliteit in de zorg. De samenwerking met CLB betekent voor Sound Intelligence dat onze technologie, die wij al jarenlang in andere markten hebben toegepast, nu met CLB in de zorgmarkt toegepast kan worden, waar CLB al jarenlange ervaring en succes heeft behaald.